Heel goeie avond. Iedereen, normaal sluiten wij onze winkel in de paasvakantie, maar dat kunnen we nu echt niet maken, vinden we. Erika Vlieg heeft trouwens nog veel te veel te vertellen, zeker nu ze daarnet officieel is aangesteld. Als voorzitter van de groep die een exit-strategie moet uitwerken, daar zijn we zeer benieuwd naar. Dus ook wij zullen doorgaan, al hoop ik wel dat de kappers snel weer open mogen. Doorgaan, dat moet Bert Ansjo ook doen. Hij is nog altijd politicus, maar deze dag toch vooral directeur van een woonzorgcentrum in Neder-Overheembeek. Waar de toestand, meneer Ansjo, op dit moment misschien nog niet dramatisch is, maar u heeft grote zorgen, begrijp ik toch? Hè? Ja, absoluut. Het is niet dramatisch, maar het is toch heel zwaar. Het zou misschien dramatisch kunnen worden. Maar... Dat kan. Ja. We zullen het straks uitgebreid van u horen. En ook aan tafel José de Kouwer van het bekende duo Michel en José. We komen nog eens terug op dat toch wel fantastische experiment van gisteren van de collega's van Sportza. En ik wil natuurlijk heel graag weten ook hoe je de toekomst van de koers ziet, José. Want het zal niet simpel worden, heb ik de indruk. Welkom iedereen aan tafel en welkom u thuis bij de afspraak. Mevrouw Vliegen, u bent infectioloog, hè, verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en sinds, ik denk, een uur ook officieel aangesteld als voorzitter van de GEES, zeg ik dat goed, de groep? Ik denk dat u dat goed zegt. Ja, de groep van experts die een exit-strategie moeten bepalen. Ja, dan zo is dat. Gaan onze oren al een beetje flapperen. De premier die zei, ik ben een groot voorstander, premier Wilmes heeft een persbericht de wereld ingestuurd, daarnet nog maar. Zegt, ik ben een groot voorstander van collectieve intelligentie. We hebben veel expertise en de bundeling daarvan is de vitale stuwkracht die ons... politici moet helpen bij onze beslissingen. We weten dat de aanpak van deze overgangsperiode bepalend zal zijn in het voorkomen van een heropflakkering. We nemen dat heel serieus en daarom bereiden we er ons nu op voor. Met u dus aan het hoofd, waarom hebben we ze u gekozen? Ja, dat zou je aan de premier moeten vragen eigenlijk. Hè. Zij heeft mij gezegd, ik zou graag een groep maken met wetenschappers, maar ook mensen uiteraard uit de economische wereld en uit allerlei segmenten die natuurlijk ook heel intens betrokken zijn bij heel deze lockdown, met alles erop en eraan en bij ook het afbouwen daarvan. Maar ze hechten er wel belang aan dat de wetenschappers in die groep nog altijd in de cockpit zouden blijven zitten. En aangezien ik deel uitmaak van de wetenschappelijke comité, heeft ze die lijn op die manier doorgetrokken. Ja. En hoe zal dat nu in zijn werk gaan? Zijn jullie al bezig? Wij waren natuurlijk ook al vanuit het wetenschappelijk comité. Wij stoppen niet met nadenken nadat we een advies hebben afgeleverd. Hè. Wij denken daar de hele tijd over na. Dus wij hebben daar al een aantal stappen op gezet. En dat huiswerk kan uiteraard ook naar die groep mee worden genomen. Wij hebben ook allemaal onze eigen wetenschappelijke home offices die ook mee nadenken. Want ik zit hier dan wel... als individu, maar natuurlijk zijn er ook een heleboel collega's binnen uw universiteiten en binnen uw eigen ziekenhuis die ook mee nadenken. En die mensen, die brengt je ook bij wijze van spreken mee rond de tafel. Ja. Dus ja, het is niet dat we van een wit blad helemaal moeten vertrekken wat betreft het epidemiologische en het wetenschappelijke. Hè. Maar uiteraard zal het heel boeiend zijn om te kijken wat de inbreng is van mensen die uit een heel andere hoek komen, uit een economische hoek of uit een... Een sociale hoek. Ja. Ik ga niet de pieren uit uw neus vragen. Hè, want nou, dat kan niet gaan. Nee, dat zal op dit ogenblik nog niet lukken. Maar bijvoorbeeld die nieuwe maatregelen die nu ook daarnet zijn afgekondigd. Hè, zwangere vrouwen en ouderen die wel eens op de bank mogen gaan zitten. Skileren en skaten, de auto. Zijn dat dingen die bijvoorbeeld al door jullie groep besproken zijn? En dan zegt van, kijk, we gaan... Dat zijn eerder... fine-tunen. Ja, dat is echt fine-tunen. En eigenlijk, wat ons betreft, het gewoon leefbaar houden van de manier waarop dat het advies en ons wetenschappelijk advies is, laat ons in alle segmenten van de maatschappij zoveel als mogelijk social distancing proberen te zoeken. En in sommige dingen is dat evidenter. Pijnlijk economisch, maar makkelijker. Een café sluiten, dat is gesloten, dat is duidelijk. Maar natuurlijk voor een heleboel van onze gedragingen komt daar dan 20.000 vragen bij. Mogen we dit nog, mogen we dat nog, mogen we dat nog? En dan wordt dat vertaald in beleid. En soms moeten dan nog...
ja, wordt het moeilijker en moeilijker om dat te kunnen blijven uitleggen in iets concreet, bevattelijk, dat nog altijd met social distancing te maken heeft. Als je een gigantisch plein hebt met 5 banken op en op die banken mag niemand zitten, zelfs niet een oudere vrouw die misschien niet dat plein kan oversteken, dan zijn we te ver aan het gaan, denk ik. En dan schiet dat helemaal zijn doel voorbij. En is dat een beetje voorschrijdend inzicht op basis van de praktijk en de feedback die jullie krijgen? Ja, absoluut. Hè. En de bedoeling is vooral dat de essentie van die social distancing, dat we dat goed doen en dat we dat kunnen blijven volhouden voor nog een hele tijd. Hè. En dat gaat niet lukken als we alleen maar strenger en strenger en strenger worden. Ik denk dat we streng moeten zijn in die omstandigheden waarin het echt heel, heel belangrijk is. Maar dat we ook mild moeten kunnen zijn voor mensen voor wie dat ook nodig is. Ja. En voor wie er geen extra risico is op dat moment. Ja. Anderzijds, als je de hele tijd moet gaan fine-tunen, dan denk ik dat de mensen het ook niet meer dus weten. Dus dat is geen al lastig zijn. Ja, ja, dus dat is geen evidente balans. Hè. Dat is het probleem. Hè. Uiteraard is er geen risico als er één persoon alleen een ijsje gaat afhalen aan een ijsjesbar, aan de afval. Mm-hmm. Maar als het natuurlijk schoon weer is en er staan 20 mensen tegelijkertijd, ja, dan loopt dat helemaal uit de hand. En die balans, dat in evenwicht houden, dat een beetje rustig organiseren, dat is in een maatschappij soms heel moeilijk. En ik vrees een beetje, hoe langer dat dit duurt, hoe moeilijker dat zal zijn om dat een beetje in goede banen te leiden. Want iedereen is dan natuurlijk beu en wil ook stukken normaal leven terugnemen. En met zo'n weer is het ook niet makkelijk. Dus, hè? Mag ik eens vragen, als we gaan straks over de cijfers nog praten. En er zijn een aantal positieve ontwikkelingen, ook weer vandaag is gebleken. Als die trend zich doorzet, dus ik zeg als, wanneer krijgen we dan de eerste substantiële maatregelen, denkt u? Ik hoor meneer De Croo daarnet zeggen, we moeten dat toch nog een paar weken volhouden. Dat is zowel wat het idee dat heeft. Maar wanneer denkt u dat er de eerste substantiële terugschakeling van die lockdown gebeurt? Moeilijk te zeggen, want we hebben een herevaluatie eigenlijk op het einde van de paasvakantie. Maar dat gaat naar mijn inschatting wel erg vroeg zijn. Hè. We zitten nu nog maar eigenlijk aan het plateau. Lijkt me niet waarschijnlijk dat we over 14 dagen al zo vlot gedaald zijn om dan veilig eigenlijk al de grip te Maar als de voorspellingen van sommige modellen kloppen, want het ziet er wel, laten we zeggen, voorzichtig positief uit. Begin mei, is dat een realistische piste om dan te zeggen van... Dat is zeker een moment waarop we opnieuw een reflectie gaan maken en een herevaluatie. Maar dan zal het ervan afhangen. En dat is nu juist het huiswerk dat we gaan moeten doen. In die werkgroep gaan we heel goed moeten nadenken. Wat gaan we precies doen? Als eerste, als tweede, als derde. En hoeveel tijd gaan we daartussen laten om effectief te evalueren? Want ja, dat is zoals als je... Stel ik mij voor, een wild dier bij zijn nekvel hebt en hij houdt zich even koest, maar als je durft een vinger lossen, dan is hij terug weg. Dus je moet dat heel zorgvuldig doen, moet daar goed over nadenken. En natuurlijk, we weten allemaal dat iedereen dit beu is, ook de bedrijven die het ook beu zijn, daar hebben we alle begrip voor. José, die wil naar de koers. Ja, maar... Ik heb er alle begrip voor. Ik ben het ook wel beu. Maar toch denk ik, moeten we daar heel voorzichtig zijn. Perfect met het verhaal leven. Hè. Ik volg wel. Ja. Dat is tof. Dat is goed. Ja, absoluut. Dat is goed dat we het hier aan tafel eens zijn daarover. Hè. Ik wil één voorbeeld nog laten zien, want vandaag ook daarnet nog in het nieuws. Oostenrijk, daar zijn ze al begonnen met een aantal stapsgewijze maatregelen. Ik ga even Sebastian Kurz laten horen. Onze ziel is dat met 14.04., also met Dienstag nach Ostern, kleine Geschäfte bis 400 Quadratmeter sowie Bau- und Gartenmärkte wieder öffnen dürfen. Ab dem 1.5., also ab dem 1. Mai, ist unser Ziel, dass alle Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen dürfen. Auch hier natürlich unter ganz besonderen Schutzvorkehrungen. Trapgewijs. Mm-hmm. Eerst de kleine winkels, dat is volgende week al. Dan 2 weken later de grotere en midden mei de horeca. Zal dat trapgewijze, is dat iets waar we ons ook mogen aan verwachten? Het concept stapsgewijs, dat absoluut. Ik denk, alles tegelijkertijd lossen, dat lijkt me epidemiologische zelfmoord. Met de horeca bijvoorbeeld ook op het einde? Welke de volgorde is en wat die componenten gaan zijn, dat is absoluut onderdeel van het huiswerk dat we gaan moeten maken. Dat iets gradueel gaat zijn, dat we gaan moeten doen, dat is evident. En dat zal heel zorgvuldig moeten gebeuren. En elk land gaat dat voor zichzelf moeten bepalen.
En afhankelijk natuurlijk van de manier waarop uw maatschappij is georganiseerd, de manier waarop uw onderwijs is georganiseerd, de geografie van uw land, de evolutie van de epidemie in uw land. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die heel erg meespelen om dan eigenlijk daarop zo'n beleid te kunnen enten. Ik lees vandaag ook in de Standaard die combinatie van het testen, uiteraard zou ik bijna zeggen, maar ook in immuniteitstesten en die app. Die drie, die combinatie, dat wordt eigenlijk de sleutel. Daar niet helemaal... Waar ben je het? Ik zal heel blij zijn als we meer testen hebben, daadwerkelijk hebben. Maar ik wil er ook wel voor waarschuwen. Een test dat is meer dan alleen maar knip, we hebben nu een test. Je moet die test, iemand moet die afnemen. Met materiaal dat bestaat. En daar is nog altijd een tekort aan. De staafjes nog altijd? Absoluut, ja. Daar is ook wel beterschap aangekondigd. Maar ja, ik wil het ook nog wel eerst zien landen en zien verdeeld. Kunnen we daar iets aan doen? Of is dat door die wereldwijde vraag? Daar is een taskforce die daarmee bezig is. Maar ik wil maar bedoelen, dus dat is niet dat materiaal nu in rijke hoeveelheden aanwezig is. Die test moet ook uitgevoerd worden en daar moet ook iets mee gebeuren. Daar moeten ook mensen naar kijken en daar moet een planning mee gemaakt worden. En om ineens van 0 naar 100% contact tracing te gaan, dat is ook een enorme overstap. Dus dat is nog wel een klein beetje science fiction, om daar nu alles op te sturen. Een beleid die zegt, daar zitten heel veel componenten in. En natuurlijk is diagnostiek een belangrijke component, maar dat kan nooit alleen staan met die diagnostiek. Met die diagnose moet je ook iets doen. En als u zegt, die maatschappelijke ordening, hoe belangrijk wordt het? Want immuniteit zal ook wel belangrijk zijn. Mensen willen weten wanneer ze terug kunnen gaan werken. Ja. Gaan we wellicht ook toe naar een maatschappij die laten we zeggen, onderverdeeld is in mensen die immuun zijn? Dat is een heel andere discussie. Hè? Maar wordt dat een element van het verhaal? Dat ligt echt nog ter discussie en wij zijn echt binnen de groep van de diagnostica. Moet er echt goed beslist worden en goed bekeken worden. Wat precies met die test gaat gebeuren en welke beslissingen daar precies mee gaan gebeuren en welke niet. En voorlopig is zo'n immuniteitstest, en ten eerste die testen moeten echt ook nog op punt gesteld worden. Het is niet dat die nu al on-demand kunnen gebruikt worden. Daar moet echt ook wel beslist worden. In eerste instantie wordt dat gebruikt als een populatieonderzoek. Dus dat wil zeggen, je hebt een groep van mensen en daar ga je kijken hoeveel procent van die mensen hebben nu al immuniteit. Maar dat is iets helemaal anders dan op individuele basis. Mensen die zeggen, ik wil eens kijken of ik al antistoffen heb. Dat is iets helemaal maar anders. Maar kan dat er ook van komen? Waardoor je een groep hebt van mensen die immuun zijn en die eigenlijk vrij van zorgen zijn. Dat zijn allemaal assumpties. We weten ook niet, nog altijd niet heel goed, of dat die mensen echt vrij van zorgen zijn en voor hoe lang enzovoort. Dus ik denk dat de eerste bedoeling van die antistoftesten is in eerste instantie om eens te kijken hoeveel mensen in onze maatschappij hebben nu deze infectie al doorgemaakt. Mm-hmm. Met andere woorden, hoeveel procent hebben ze nog niet doorgemaakt? En hoeveel kwetsbare mensen blijven er dus nog over als we de greep lossen? Dat is de eerste bedoeling van die antistoftest. Ja, het zou, vind ik, wel heel interessant zijn als je zo'n test kunt hebben. Maar die is er inderdaad nog niet, dacht ik. Maar ook om inderdaad te kijken wie kan je terug aan het werk zetten. Zeker in de cruciale sectoren, met ouderen, met kwetsbare mensen. Mm-hmm. Dat vind ik wel belangrijk. Dat je vrij van zorgen bent. En wij gaan er nu, Erika, wij gaan er nu allemaal van uit dat mensen die besmet zijn geweest, na 2, maximum 3 weken, eigenlijk perfect terug kunnen komen en bijna immuun zijn. Voor een tijdje. Ja. Voor een tijdje, ja. En meer dat weten we niet, ook niet, voor hoe lang enzovoort. Maar ook de mensen die besmet zijn geweest en niet erg ziek zijn. Ja, die of niet ziek zijn, die kunnen ook terug en die kunnen ook verder werken. Dus het zal niet in eerste instantie zo zijn dat de hele bevolking moet getest worden om te kijken of dat je antistof. Want als je daarop je gaat baseren om te beslissen wie er terug mag gaan werken, dan gaan er nog niet veel mensen hebben die gaan werken, hoor. Ja. Dus dat is ook geen juiste redenering. Hè. Ik denk dat je de werkomstandigheden nog altijd veilig en met social distancing gaat moeten behouden langs 2 kanten, zeker in de zorg. Hè. Dus
dat de mensen niet besmet worden en dat jij als zorgverstrekker iemand anders niet besmet. Wat doen met mensen die al besmet zijn, daar wil ik straks zeker nog op terugkomen. Toch heel even de cijfers ook nog, want daar hebben we het nog niet over gehad. Denk toch nog altijd hoopgevend nieuws als we die grafiek er eens bijhalen van zowel het aantal ziekenhuisopnames. Dat is de curve bovenaan die dus de komende dagen hopelijk die buiging vertoont naar beneden toe. Dat is nog even wachten. Wat onderaan, en dat is wel... ook hoopgevend en goed nieuws. Het aantal intensieve mensen op intensieve verzorging. Een kleine daling. Het aantal ziekenhuisopnames trouwens 420. Een stuk onder die 500. Ja. Dat ziet er allemaal zeer hoopgevend uit. Nog even wachten voor dat weekendeffect. Als er nog rapporteringen zouden bijkomen de komende dagen. Maar dit is toch dit is hoopgevend. We voelen stilletjes een klein beetje ademruimte. Hè. We voelen dat ook in de ziekenhuizen. Er komen minder patiënten bij. Ook in Limburg? Ook in Limburg. Alles ligt nog heel goed vol, want vergis u niet, de trend lijkt optimistisch en daar deel ik jullie optimisme wel voorzichtig in. Mm-hmm. Maar de ziekenhuizen liggen wel chockvol. Hè. Mm-hmm. En dat gaat voor een enige tijd nog zo blijven. En ook dat is een belangrijke parameter om te beslissen wanneer je nog maar ooit kunt beginnen denken aan het loslaten van van je greep. Want als je je greep lost, dan verwacht je dat je terug opnieuw gevallen gaat hebben. En je moet klaar zijn om die dan ook weer te kunnen opvangen. Dus dat is gas geven en remmen de hele tijd. Ja. Ziekenhuizen die volgen, dat betekent soms keuzes maken. We horen... We hoorden gisteravond ook het verhaal van in Luik. Mm-hmm. Een zaak die wordt aangespannen door een advocaat die dan de familie verdedigt van iemand van 91 die eerst niet terecht kon op intensieve verzorging. Zijn dat keuzes die nu gemaakt worden die in andere omstandigheden niet gemaakt zouden worden? Want eigenlijk er is nog plaats niet op intensieve verzorging. Hè? Het gaat hem over iets helemaal anders. Om te beginnen zijn dat eigenlijk keuzes en gesprekken die altijd zouden moeten gevoerd worden. Want u staat ook op de afdeling af en toe nog, hè? Ja, op intensieve verzorging. Ja, en dus dat zijn discussies die, maar ook zelfs buiten COVID, waar die belangrijk zijn en die moeten gevoerd worden bij allerlei mensen die een hele kwetsbare gezondheid hebben en waarvan wij niet weten of waarvan wij in eer en geweten denken dat een langdurig verblijf op intensieve zorgen eigenlijk niks gaat bijbrengen aan hun welzijn, laat staan aan hun overleving. Maar dat heeft niks met corona te maken, zegt u nu? Wel, in eerste instantie, dit doen we eigenlijk altijd. Hè. Een hele zorgvuldige afweging maken van, gaan wij deze persoon nog helpen, zinvol helpen, door die naar een intensieve zorgafdeling te laten gaan. Nu, wat eigen is aan corona? Dit zijn niet zomaar beademingen, het zijn hele moeizame beademingen. Die mensen die liggen dagen, weken vaak aan een beademingstoestel. Dus je moet eigenlijk vertrekken van een vrij gezond, krachtig, gespierd lichaam om daar nog vanaf te kunnen geraken. En natuurlijk, hoe kwetsbaarder dat je wordt, en dat is niet alleen leeftijd, dat is vaak een combinatie van ziekte of slijtage aan je lichaam. En leeftijd speelt natuurlijk ook een rol, maar dat is niet louter daarop gebaseerd. Hè, en waarbij wij proberen in te schatten... wie bewijzen we daarmee nog een dienst? Bij wie gaat dat echt nog zinvol zijn en bij wie gaat dat niet meer zinvol zijn? Het gaat over een ander type immuniteit. Hè. Maar vindt u dat dokters en verplegers op dat vlak in deze omstandigheden immuniteit zouden moeten krijgen? Dat ze daar niet vervolgd voor kunnen worden? Wel, ik denk dat het vooral belangrijk is om te weten dat artsen daar nooit over één nacht ijs gaan en dat een beslissing is. En dat hebben wij ook in dat ons advies geschreven, in de aanbevelingen. En er zijn verschillende aanbevelingen, zowel van de intensivisten als van de urgentieartsen als van de geriaters gekomen. Dat is een gedragen beslissing door verschillende artsen, bij voorkeur ook met inbegrip van de behandelende arts, de huisarts en uiteraard ook graag doorgesproken met de patiënt in kwestie en of met zijn familie. Maar zou u het een goed idee vinden om immuniteit... Wel, ik vind immuniteit, dat is zo'n blanket homogeen begrip. Je moet altijd bezorgd zijn. Alles moet altijd zorgvuldig gebeuren. Hè? Maar wat ik uit mijn eigen professionele ervaring is dat daar inderdaad zeer zorgvuldig wordt omgegaan, maar dat daar wel goed wordt nagedacht. Als je 20 intensieve zorgbedden hebt, dan wil je wel natuurlijk dat de mensen van wie je verwacht dat ze inderdaad dat hele proces kunnen doorstaan,
dat je die naar intensieve zorg laat doorstromen. Maar dat is een hele zorgvuldige afweging. Die moet wel gebeuren, uiteraard. En zolang er nog bedden op intensieve verzorging zijn, wat wel degelijk het geval is, zuiver ethische keuzes, ga ik ervan uit, moet op dit ogenblik nog niet gemaakt worden. Dan, maar een goede planning voor wat je met je leven wilt, is iets wat eigenlijk iedereen zou moeten doen. Ja, ja. Jong en oud. Los van COVID. Helemaal los van COVID. Ja. En eigenlijk ook in woonzorgcentra is dat iets wat helemaal los van COVID heel belangrijk is. Er zijn een heleboel mensen die echt ook niet meer naar een ziekenhuis wensen te gaan. Klopt, dat is wel heel belangrijk dat dat goed genoteerd wordt in het dossier. En dat die mensen dan ook hele goede medische end-of-life zorg krijgen in hun woonzorgcentra. En ze komen naadloos bij u terecht, meneer Ancio. De woonzorgcentra, al van bij het begin van dit coronaverhaal, een levensgrote bezorgdheid, letterlijk. En het is niet alleen moeilijk, heb ik de indruk, om de problemen daar onder controle te krijgen. Op sommige plekken lijkt het intussen echt uit de hand te lopen. Die mensen doen wat ze kunnen, doen al het mogelijke, worden daarin heel goed bijgestaan door het agentschap Zorg en Gezondheid. Maar ja, goed, de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat die mensen die normaal zorgen voor onze bejaarden niet voorbereid zijn om in deze frontlinie te staan. Een anonieme getuige die tijdelijk als verpleegkundige in een woonzorgcentrum werkt, spreekt over wanpraktijken. Het personeel beseft onvoldoende hoe besmettelijk het virus is. Er is begeleiding nodig. En ik denk dat het aan woonzorgcentra is om de hand op te steken of te durven toegeven dat daar nood aan gaat zal zijn. Heel veel woonzorgcentra zullen het goed doen en die hebben inderdaad wel materiaal en misschien wel de voldoende bestaffing om het goed te doen. Maar voor zij waar de uitbreek is en die nood hebben, denk ik absoluut nodig is dat er begeleiding komt van mensen die ervaring hebben. Ik ben er zeker van, een heel aantal van de zorgkundigen, dat die ook besmet zijn. Doordat ze onvoldoende kennis hebben van hoe het moet gebeuren. En die kunnen verpleegkundigen alsjeblieft gestuurd worden naar ons zorgcentra. Bert Ancio, ik zei het daarnet, ook directeur van, niet alleen senator nog altijd, maar ook directeur van een woonzorgcentrum in Neder-Overheenbeek. Is het Overbron of de Overbron? De Overbron. Hoe erg is het in de Overbron als het over besmettingen gaat? En zieken, overlijdens, personeel? Goh, het is een vrij ingewikkeld in de zin dat wij hebben al een week geleden een eerste overlijden gehad. Mm-hmm. Iemand, ja, als de eerste overlijden, daar zet je echt compleet kapot van. Want dat was iemand die, waar ik in ieder geval van dacht, die komt zeker terug. Die zat flink als hij weggevoerd werd. Hij is niet op intensief gegaan op een moment dat er nog veel bedden waren. Maar nadien, ik was eerst wat kwaad toen dat ik dat vernam, maar nadien hoorde ik wel, en dat was ook zo, dat diabetes, hij was heel zwaar diabetes, dat sowieso al veel moeilijker is. Dus dat was een week geleden. U heeft ik laat me vertellen dat u een nauwe band heeft met de meeste. Hoeveel zijn er daarin? We hebben een woonzorgcentrum van 59 bewoners. Die u allemaal goed kent? Die ik allemaal heel goed ken, ja. Ja. We zijn een woonzorgcentrum dat heel klein is en waar dat we echt probeerden, eigenlijk zo rap mogelijk terug, om heel veel sociaal contact te hebben. Heel veel activiteiten, heel veel samen van alles doen. Dus voor ons is dat echt een complete verandering van bedrijfscultuur. En dat viel heel zwaar. Ja, hoe ga je daar dan bijvoorbeeld dat sociaal contact, als je daar zo de focus op legt, hoe ga je daar dan nu mee om? Wel, je moet weten, we hebben ondertussen dus enkele mensen met een besmetting van COVID-19. Hoeveel? We hebben vier vandaag. Nee, eigenlijk vijf, want we hebben iemand van het UZ overgenomen die een week op intensieven heeft gelegen. Dat proberen we ook te doen, maar we hebben ook preventief, ik weet niet hoe het komt dat anderen dat niet konden, maar ik heb wel preventief ook soms kunnen testen. We hebben vrij veel van ons personeel kunnen testen. Ja. Bij het minste symptoom hebben we kunnen testen. En hoe en we hebben acht mensen van ons personeel op 38 plus 9 studenten, acht mensen die besmet waren. Acht mensen van het personeel. Ja. Ik ga eerst eens vragen, hoe komt het dat ze daar bijvoorbeeld, mevrouw, want dat is nu de vraag, wie mag er getest worden, waar, hoe komt dat daar bijvoorbeeld? Er zijn twee dingen. Er zijn richtlijnen
die eigenlijk vrij strak zijn voor wie er een indicatie is tot testing. En dat is eigenlijk dus de patiënten die echt duidelijke klachten hebben en die zo ziek zijn dat ze naar het ziekenhuis moeten komen. En voor de zorgverstrekkers die echt ook ziek zijn met koorts of gripale klachten. Ja. Dat geldt voor alle zorgverstrekkers en dat is niet alleen uitsluitend voor de ziekenhuizen. Dat geldt ook voor mensen van woonzorgcentra of voor thuisverpleging of voor huisartsen of wie dan ook die in de zorg staat. En het is niet zo dat het verboden was om te testen. Absoluut niet. Voor binnenwoonzorgcentra. Maar de toegang was vaak heel moeilijk en hing erg af van de arts, de CRA of de huisarts. Ja. Wat is een CRA? Coördinerend raadgevend arts. Oké. Van het woonzorgcentrum. Dat weet ook niet. Dus hij doet de testen? Hij doet de testen altijd in overeenstemming of in afspraak met de huisarts. Ja. En u zegt 8 mensen van het personeel. Op 38, dat is niet niks. Hè? Dat is zeker niet niks. En eigenlijk ben ik het er wel mee eens dat het ook heel veel te maken heeft met hoe ga je om met de hygiënemaatregelen. Ja. Maar lukt dat die 8 mensen? We hebben al ons personeel, ook degenen die thuis zijn zonder besmetting, al ons personeel vervangen. Ja. We hebben nieuwe mensen gezocht. En ik heb die ook gevonden. En ook dankzij uit die reserve van minister Beken? Ook dankzij die medische reserve van Wouter Beken, absoluut. We hebben ook vrijwilligers gezocht. Maar het is altijd afwegen, hè, want elk nieuwe personeelslid dat ik binnenbreng, kan een mogelijke besmetting. Mm-hmm. Ja, het moeilijke is ook iemand die vandaag negatief test, kan morgen positief testen. Absoluut. Dus eigenlijk geeft dat ook een beetje een vals gevoel van veiligheid. Ja. Van ik ben negatief getest. Ik denk dat we veel meer moeten gaan naar structurele maatregelen die met hygiëne, met handhygiëne en ook met maskers. Maar dan heb je materiaal nodig. En ik denk dat ik u vorige week al heb horen zeggen, waar blijft die handgel bijvoorbeeld? Maar ondertussen heeft u intussen mondmaskers, schorten? Wel, je moet enerzijds vind ik dat het agentschap zorg en gezondheid echt wel helpt voor de meeste woonzorgcentra. Ze kunnen niet voor alles zorgen en er is duidelijk in vele woonzorgcentra nog nood. Ik ben zelf op de markt gaan zoeken en ik heb wel wat gevonden. Ik heb handgel inderdaad gevonden. Ik heb een beperkt voorraadje van chirurgische mondmaskers. Ik heb bij de collega's van Zorgnet, die uit solidariteit hebben ze mij toch wel wat FFP2-maskers kunnen bezorgen. Het is wel een beetje puzzel. Maar het is, je schuimt heel de wereld rond. Hè. Ik heb een aantal bestellingen lopen waarvan je hoopt dat ze kwalitatief zijn, want dat weet je niet en ik kan geen Chinees lezen. Ik wil even toch naar dat personeel, want dat is nu een vraag, staat daarnet ook in het journaal en ik wil het even laten zien, want als je als personeelslid besmet zijn, en dat zijn er nogal wat, ook bij u dan bijvoorbeeld, moeten die mensen nog blijven doorwerken of niet? Martin heeft het 2 keer gevraagd en we gaan eens kijken. Maar moeten mensen, personeelsleden die besmet zijn, blijven werken of niet? Wel, dat is een advies dat ik gevraagd heb aan de experten hoe we daarmee moeten omgaan. Want dat hangt natuurlijk ook samen met de teststrategie af. Namelijk als we massaal gaan testen in die woonzorgcentra waar er besmettingen zijn. Maar wij gaan in Vlaanderen ook in een 30-tal woonzorgcentra testen waar dat er vandaag geen massieve besmettingen zijn. Maar om goed te vergewissen van de situatie, dan wil ik een helder antwoord hebben van de experten wat er dan op dit ogenblik moet gebeuren. En daarvoor hebben we op dit eigenste ogenblik ook een interministeriële conferentie. Komt dat goed uit dat wij een expert aan tafel hebben, mevrouw Vliegen? Moeten mensen die besmet zijn in een woonzorgcentrum blijven werken of niet? Ik denk dat je daar lang over kan discussiëren. Hè. Maar in eerste instantie, mensen die als je ziek bent, ook als je weinig klachten hebt, maar als je ziek bent, dan blijf je thuis totdat die klachten gedaan zijn. En minimaal 7 dagen. Maar wat wel is, hè, er is een... Je bent het meest besmettelijk op het moment dat je nog geen klachten hebt. En er lopen zonder twijfel een heleboel mensen rond, misschien ik, die van zichzelf niet weten of ze besmettelijk zijn. Dus dat is vooral in de zorg, waar je die social distancing niet goed kan doen. Maar dit gaat over mensen die het wel weten. En dan vraag ik me wel af, want we zijn nu toch bijna een maand met bepaalde maatregelen bezig. Dat gaat over een zorgcentra, waar dat mensen in de hoogste risicogroep zitten. Wat je dan kunt doen, er zijn 2 dingen die je kunt doen. Ofwel beslist je om die mensen allemaal gedurende periode X, Y, Z
thuis te zitten. Dat is zonder twijfel de gemakkelijkste optie. Hè. Maar niemand weet... de gemakkelijkste beslissing, maar logistiek helemaal niet de makkelijkste. Nee. En niemand weet... hoe lang? Want die mensen hebben geen klachten. Mm-hmm. En eigenlijk, denk ik, pragmatisch zou dan de meest praktische oplossing zijn dat mensen wel mogen verder werken, mits dragen van een goed masker en mits hele goede handhygiëne. Want overdracht gebeurt, wat mij betreft, wel. Hè. En ik denk dat, dat we dat goed moeten onderbouwen, dat advies. Ja. Dat is wel nogal een verantwoordelijkheid, hè, meneer. Wel, tot op heden, maar ja, omdat er ook geen richtlijnen rond waren... Tot op heden hebben wij iedereen die positief getest heeft thuis gezet en niet laten komen werken, ook als ze geen symptomen hadden. Omdat we geen risico willen lopen. Maar het is niet zo gemakkelijk om ze te vervangen natuurlijk. Ik hoor van sommige woonzorgcentra die aan 50% personeelsbezetting zitten op de werkvloer. Ja, dat is echt niet oké voor de bewoners. Wel, ik dacht net te zeggen... Maar nogmaals, ik heb de waarheid niet in pacht. Het is voortdurend afwegen. Het punt daar is eigenlijk afwegen. Vooral een afwegen van risico's. En om die reden zijn mijn eigen ziekenhuis, maar ook een aantal andere ziekenhuizen, overgegaan op een bepaald moment naar iedereen draagt een masker tijdens de werkdag. Want je kan vandaag negatief testen, maar je kan morgen positief zijn en mensen besmetten en dat niet weten. En als je een masker draagt en heel goed op handhygiëne let, dan verminder je dat risico. Klopt. Substantieel. En in mijn ogen is dat eigenlijk de meest veilige. Is dat waterdicht? Nee, maar niks van al die dingen is waterdicht. Hè? Zijn de mensen, want dat was ook een punt van iemand, ik denk dat het van de vakbond was, die zei van kijk, we willen duidelijkheid, moeten mensen blijven doorwerken, er moet meer getest worden, beschermend materiaal, daar hebben we het over gehad. Maar ze moeten ook wel opgeleid zijn. Hoe kan je nu als verzorger in een woonzorgcentrum plotseling zo'n dingen moeten helpen aanpakken? Dat is niet evident voor die mensen. Bent u het daarmee eens? Absoluut, absoluut. En je moet als woonzorgcentrum ook intern opleiding voorzien. Zeker in deze periode. Ja. Gelukkig hebben wij eigenlijk vrij veel verpleegkundigen waar we echt op kunnen rekenen, die op de werkvloer aanwezig zijn en die de mensen met besmetting, met de COVID-besmetting, eigenlijk voor hun rekening nemen. Maar de zorgkundigen, die een fantastische inzet hebben, echt waar, knap, zijn niet altijd opgeleid. Mm-hmm. Dat is zo, dat klopt. En we moeten zeker in de toekomst nadenken over misschien extra opleidingen voor zorgkundigen, zeker en vast. Mm-hmm. Maar intern kan je dat wel organiseren. En het heeft echt te maken met hoe doe je mondmasker aan? Ja. Waarom moet je je handen zo vaak wassen? Waarom en wanneer moet je die gel gebruiken? Wanneer doe je een schort aan? Eigenlijk altijd. Mm-hmm. Maar wanneer doe je handschoenen aan en dergelijke meer? Echt die elementaire zaken. Je ziet dat sommige mensen er nonchalant mee omgaan. Omdat ze zich niet er voldoende van bewust zijn. Omdat ze denken dat het hun wel niet zal overkomen. En daardoor ontstaan besmettingen, echt waar. Pas op, voor alle duidelijkheid. Ik heb begrepen dat een chirurgisch mondmasker niet noodzakelijk uzelf beschermt, maar je beschermt wel anderen. En als elk personeelslid een mondmasker aandoet, een chirurgisch mondmasker, dan beschermen ze elkaar. En onze bewoners... Heel uitzonderlijk, maar de meeste van de bewoners gaan geen besmettingen veroorzaken als zij besmet zijn. Ja. Het is maar als ze hoesten, als ze niezen. En dat zijn er echt weinig bij ons. Is het voor u zelf nog een beetje te doen, meneer Anschoon? Want dat gaat over verantwoordelijkheid. U moet dan mondmaskers gaan zoeken, handgel, die verantwoordelijkheid die erbij komt kijken. 50 mensen. Hoe zwaar valt u dat? Of hoe zwaar is dat op dit moment? Dat is heel stresserend. Dat is... Je voelt je machteloos. Hè? En ik ben een controlefreak. En dat is echt, echt... Maar oké, je staat er niet alleen voor. En ik wil tussen de mensen staan. Tussen de bewoners. Ik wil ze elke dag zien. Ik wil elke dag met hun praten. En wat doe ik dan? Ja, ik schuur de gangen. Ik schuur de gangen. Elke dag. Iemand moet het doen. En waarom zou ik het niet doen? En ondertussen kan ik... ook aan mijn personeel zeggen, kom aan jongens, iemand moet het doen, ook al heb ik er soms geen zin in en heb er niet geslapen. Maar ja, iemand moet het doen. En we hebben fantastisch personeel, echt waar.
We zullen duimen voor u en voor al uw collega's, want het is niet voor u alleen, maar dat er zo goed mogelijk binnen de perken blijft op alle mogelijke vlakken. Dat wensen wij iedereen toe. Iedereen in Vlaanderen, denk ik trouwens. Beetje lucht brengen, José. Want, ja, ik voel vooral veel, hoe zou ik het zeggen, nervositeit. Mensen willen te snel gaan, vind ik. Oké, we zitten met z'n allen nu in die situatie. Maar je voelt iedereen wild. Oh, liever een week langer dan een week te kort. Ik vind nu... Dank je om dat te zeggen. Ik voel soms al een klein beetje negativiteit komen. Mm-hmm. Soms al naar bepaalde mensen toe. Dat denk ik... Over 2 weken was dat nog niet. Over 1 week was dat nog niet. En nu worden er al sommigen... specialisten zelfs in vraag gesteld. Ja. Die tot vorige week nog helden waren, zijn nu al minder helden aan het worden. Mm. Dan heb ik zoiets van... Het gaat rap. Ja. Dan is het tijd dat we de moeten mensen... nog een beetje wachten, vind ik. Mm-hmm. Dan is het misschien hoog tijd dat we de mensen een beetje koers geven. Ze kunnen elkaar niet aanraken, ze kunnen elkaar niet omverrijden en ze kunnen zelf ook niet vallen. Want anders zou dat door dat geharrewar toch wel wat geven, denk ik. Evenepoel linksboven daar toch nog een vrij kleine versnelling. Dus die heeft nog wel iets wat reserve, denk ik. Maar met een Thomas de Gent ben je nooit thuis. Alhoewel hij thuis is. José, dit is de spannendste editie in jaren. Ja, absoluut, ja. Absoluut, dat mag je wel zeggen. Vooral omdat er 3 Belgen mee zijn. Wat een zalig koers gegeven, zeg. Niks rijdt ja, in de mag weg. Je wel, ja, dat mag je wel niks, zeggen. Niks leidt tot valsspelen. Ja, geen Frank Kosten, geen koersdirecteurs, geen Wouter van den Houten. Niemand. Het spel is hier gespeeld. Nog 3 kilometer en 200 meter. Als hij dat gaat doen, als hij op zijn Bartoli zijn arm nog eens gaat kruisen, dan gaat er haar op staan. Ik ben met deze uitgave content. Hier is geen mondmasker tegen bestand, hè? Tegen wat er allemaal uitkomt bij Nasen nu. Het is misschien wat ongepast om dat in deze barre tijden te zeggen, maar het is best plezant. Dat je mensen zo gek kan maken om hier aan mee te doen, dat is toch fantastisch. Helemaal geweldig. Greg van Avermaat door de muur van zijn bureau gereden is en nu in de badkamer terechtgekomen is. Ja, en dat je commentatoren vindt, die er ook volle bak over zit. Heeft u gekeken ook? Nee, helaas, maar ik zie het nu. Ik vind het fantastisch. Ja, ik wist vooraf niet, José, wat ik er moest van verwachten, wat ervan denk ik. Ik was zelf een toertje aan het doen met de fiets. Ik ben echt gestopt om het... En het was precies de... Als je dan het beeld niet ziet, is het nog meer echt... Jullie hebben je echt gesmeten, hè? Want ik neem aan dat dat ook een drempel is. Dat je, het is iets fictief. Maar nee, daar zaten Michel en José alsof het... Echt de gewone ronde was. Ja, we zaten alle twee in een apart hok. We konden wel elkaar zien, maar ja, er stonden wat schermen voor. Je moest al opzij gaan kijken. Dus je moet... Het was een vrij klein schermpje waar we op zaten. 13 inch, denk ik. Dus ja, dan toch maar gewoon eigenlijk in een soort toneelrol gekropen, zal ik maar zeggen. En het op die manier gedaan. En, ja, en na een minuut waren we eigenlijk vertrokken. En waren die omgeving die eigenlijk eerder op Oviedo leek dan op Vlaams parcours. Ja. Maar daar kan ook aan gewerkt worden, begrijp ik. Dat kan zeker nog op het parcours van de ronde ooit komen. Ja, dat zou fantastisch zijn. Dus er zit heel veel mogelijkheid in. Dus alleen ja, om dat echt te gaan uitbreiden aan meerdere renners. Maar wat mij vooral fantastisch was, is dat je zag dat je onmiddellijk... Het was onmiddellijk koers. Ja. BTL en Evenepoel die hebben zo vorig jaar al een klein oorlogje uitgevochten dat Evenepoel zei, ja, maar ja, BTL, het zal nu niet meer lukken. De winnaar van vorig jaar. In de start, maar heeft Evenepoel en BTL gaat daarachter. Dan heb ik zoiets van, allee, dit was virtueel toch? Mm-hmm. Maar het was niet, het was gewoon echt koers. Ja. Echt koers. Zeg eens, wat voor de mensen die dat nu niet kennen, dat systeem van die rollen en zo, hoe... Enfin, waar het getrouw, als het over de onderlinge verhoudingen wel, gaat... In dit verhaal was dat goed. Als je dit zou doortrekken naar een open wedstrijd, dan gaan renners of deelnemers foefelen, zal ik maar zeggen, met hun gewicht. En dan kom je in een betere categorie terecht. Want als je een lager gewicht ingeeft en je trapt dan... Veel vermogen, ga je sneller vooruit. Maar nu, deze renners, daar wisten we ongeveer allemaal wel het gewicht van. En die zijn ook allemaal vrij eerlijk daarin geweest. Remco Evenepoel, normaal gezien 61 kilogram, heeft nu 62 kilogram ingegeven, omdat hij dus in die lockdown ook zit en minder zwaar getraind heeft de voorbije dagen. Dat is echt real life, hè? Ja, het was echt waar. En dan allemaal op een systeem met dezelfde wattagevermogens. Dus ik bedoel, geëikte fietsen,
rollen, zal ik maar zeggen, die bijna allemaal hetzelfde weergaven, hetzelfde gevoel ook gaven. Ja. En ze hebben die mannen losgelaten met zijn dertienen. En die hebben van in de start daar koers van gemaakt. En die zijn over de streep, virtuele streep gekomen. En die waren allemaal, maar echt allemaal kapot. Maar dus Van Avermaat, mogen we wel zeggen, was de beste. Van Avermaat was gewoon de beste. Strafste. Los de beste. Ja. En Thomas de Gent die, en een Evenepoel waar iedereen... Want er was een poll geweest waar meer dan 50.000 mensen op ingeschreven hadden. En die hadden Evenepoel en de Gent daarop gezet als... Als eerste. Maar ik heb niet gestemd, maar dat zijn voor mij, waren voor mij ook wel de twee, omdat dat tijdrijders zijn. Ja, maar dat was zo opgebouwd. Hè? En de Gent, dat week ervoor dan nog op zo'n virtuele wedstrijd de rollen eigenlijk kapot trapte. Ik bedoel, het vermogen, het machine kon het vermogen niet aan. Dus ja, en de Gent, ja, met een paar fantastische uitspraken erbij. Dus ja, dat maakte de boel eigenlijk wel... Zeg, wat denk je? Want het zal nog een tijd duren. We gaan straks nog over de Tour en zo praten. Maar... Komt er misschien nog zoiets? Want ik dacht toch, je kan met die machines zelfs kasseien stimuleren. Hè? Dat wat maar dan krijg je niet het effect natuurlijk van kasseien. Hè? Niet maar, helemaal, maar toch een beetje misschien. Ja, maar ik denk dat het bijvoorbeeld voor een wedstrijd als Luik-Bastenaken-Luik zou het wel fantastisch zijn met heel veel beklimmingen daarin. Ja, want dan stimuleer je, dus dan wordt die weerstand groter. Ja, die weerstand de exacte is eigenlijk een heel fantastisch verhaal. Dus je gaat dus bergop rijden. Je rijdt gewoon niet bergop, maar je staat er. En je krijgt het gevoel van bergop te rijden. Die fiets remt gewoon af. Dat systeem, die motor die erin zit, die gaat je gewoon afremmen. Dus je moet harder duwen. Naar gelang je gaat stijgen, moet je gewoon harder gaan duwen. En dan zeg je, hoe kan dat nu? Ik heb zelf met zo'n fiets... Ik heb zelf zo'n ding, zal ik maar zeggen. En dan, ja, is echt... Maar dat is op de omtrainer ook. Maar dit is een looptrainer, maar dan met een computer gestuurd, zal ik maar zeggen. Waar je rijdt bergop, je rijdt bergop. Je moet niet denken, ik ga dat regelen. Nee, er valt niks te regelen. Je rijdt op dat parcours en je gaat naar boven. Hè. Maar dus Parijs-Roubaix, dat gaat niet gaan? Er zijn bepaalde, de betere rollen van tak, zal ik maar zeggen, die kunnen dat aan, maar dat geeft zo'n klein vibratiegevoel, maar dat is niet hetzelfde. Zo. Nee. Ja. Bergop ligt er veel dichterbij dan op een kasseien. En modder en uitglijden. Dat nee, ook niet. Ook niet. Nee. Dat kan toch voor gezorgd worden, eigenlijk? Er kan publiek zijn die een beetje met... Of mensen... Maar dat mag nu ook niet. Maar ze mogen er niet bij automatisch, in de buurt komen. Zo. Maar er worden veel plannen gemaakt. Ik ben benieuwd naar de omgeving, want dat zal ongetwijfeld nog ontwikkelen. Ja, dat is makkelijk te doen. Goed, maar ik wil ook eens kijken, José. Hè, want het was een zeer fijn moment. En meer dan 600.000 mensen hebben gekeken. Ja, en naar alleen nog... Degenen die rechtstreeks gekeken hebben, dan heb je nog niet de mannen die online gekeken hebben en zo. Dus ook dat moet er allemaal nog bij komen. Het is verdeeld over 10-12 landen. Is het verdeeld? Ja, het was pas 2 dagen bekend en onmiddellijk kwam Denemarken, Nederland en zo. Ook iedereen... voor de sponsors was dat fantastisch. Ja, tuurlijk. Ja. Want, wel, straks willen we niet meer terug. Zitten wij daar altijd in dat hok? Over de sponsors gesproken, want daar wil ik het met jou ook over hebben. Hoe groot is de malaise op dit ogenblik in de koers? Ja, die is heel groot, dat voel je komen. Hè. Dus wielrennen is een sport die leeft van reclame maken. Mm-hmm. Hè. Renners zijn eigenlijk sandwichmans, eigenlijk, die met een reclame op hun lichaam rijden en daarmee in beeld komen. Daardoor dat er ook ploegende renners afgestaan hebben, gratis en voor niks. Dat die mannen daar gisteren dat ding gedaan hebben. We krijgen natuurlijk nu het verhaal CCC komt in de problemen. Nog een deel van andere. Van Avermaat. Dat is een mooi voorbeeld, hè? Want dat is een schoenenleverancier, denk ik. Hè? En die producent die tot, ja, ik weet niet hoeveel, 10 miljoen schoenen per ik weet niet wat maakt. En daar vanaf moet komen natuurlijk. En de wereld, Europa ligt stil. Zijn toeleverings- of zijn afzetmarkt ligt eigenlijk stil en daar komt dan geen geld binnen. Ja. En was dan het eerste wat je... Het eerste wat je gaat dichtdraaien is geld waar je... Ja. Ja. De Tour. Want ze willen het niet lossen voorlopig. Hè. Ze willen het ik zie al zeggen van ze gaan het wel lossen. Want eerst was er gezegd een beetje een noodlijn van de Franse overheid. Ja, tuurlijk, van we zullen het eventueel doen zonder publiek. Dan zegt de grote baas... Nee, het moet met publiek zijn. Ja. Maar wat komt daar nu van? Dat is een beetje stoere praat, denk ik. Maar ik denk dat ook Prudhomme, de baas van ASO, gewoon moet het volgen wat Macron en zijn omgeving, zijn intelligente mensen daar in de buurt zeggen. Beslissing ik kwam terug gevallen, van Parijs-Nice onderweg en dan heeft Macron die uitspraak gemaakt 2,5 weken geleden van we zijn aan nous sommes en guerre. Ik bedoel daarmee... Dat is een rouwproces, hè? Dan hadden wij zoiets van, wauw, wat is dat? We waren al aan terugkomen.
En toen ging Parijs-Nice nog verder. Dat was al een beetje raar. Ja. Maar de Tour, ik denk de Tour... Maar is die, zeg eens eerlijk, is die, want je zit daar midden in, dat milieu. Ja. Is die beslissing al genomen, denk je? Kijk, ik lees een tweet van John Degenkolb. Dat is dan een ex-renner die Parijs-Roubaix gewonnen... Of een goede renner die Parijs-Roubaix gewonnen heeft. De Tour duurt 3 weken en die zegt bij wijze van boutade... Voor mij mag de Tour 5 weken duren nu. Zo graag willen die mannen koersen. Hmm. Die willen gewoon koersen. Natuurlijk. Maar om een tour te organiseren zonder publiek, Prudhomme zegt met publiek, ja. Zonder publiek, dan nog wordt dat heel moeilijk om die duizend... Zelfs zonder publiek, ik ben eens een paar keren kunnen meegaan in Temperance. In de tijd. In de tijd. Je hebt daar, ik weet niet hoeveel volk dat daar rondloopt. Hè. Dat is een massa volk, ook zonder publiek. Ja, ja, maar dus je zou kunnen zeggen, journalistenwerk van thuis uit of begeleider. Maar ik bedoel, dat is niet realistisch. Nee, dat is niet realistisch. Maar denk jij dat die beslissing al gevallen is eigenlijk? Ik denk dat Prudhomme en ASO zich wel zo boven alles proberen bovenzetten dat ze nog altijd denken van te kunnen doorgaan. Maar dat was met de Olympische Spelen hetzelfde. En dat was met veel andere dingen hetzelfde. Dus ik denk dat we gewoon moeten ook daar rustig blijven en gewoon kijken tot men zegt van... Oké, nu kunnen we... Ja, goed, maar dat is zo'n... Mevrouw Vliegen, want ik wil het aan u eens vragen. Hè. Als je ziet, oké, ze willen het met publiek. Als hij er komt, is het met publiek. Het is een van de meest... Ja, want als je de beelden bekijkt... Chris Froome, ik denk op de Van Doe dat dit is. Dat staat zo dicht bij elkaar. Dat is internationaal. Ja. Alle mensen van over de hele wereld komen daar naartoe. De landen zijn nog... er zijn landen die ver achter staan op ons, op Frankrijk. Absoluut. Ik zeg maar wat, Augustus, is dat voor u denkbaar? Lijkt mij heel onwaarschijnlijk dat dan alles onder controle is. Hoe spijtig... dat we dat allemaal vinden. Ik ken niks van de koers, maar ik kijk daar graag naar. Al was het alleen voor de landschappen en voor de sfeer. En er zijn vele andere mensen die dat voor wie dan veel belangrijker is. Maar ik denk dat is niet realistisch. Dat zijn plekken waar mensen bij elkaar komen. Daar gaan we, denk ik, nog niet aan toe zijn. En niemand zegt dat graag, want wij willen allemaal een perspectief voor de zomer enzovoort. Maar ik vrees dat die hele periode van zorgvuldig afbouwen, dat we daar dan eigenlijk nog wel mee gaan bezig zijn. Maar de organisator van de Ronde van Vlaanderen, Flanders Classic, die zeiden, als we dit niet dit jaar nog ergens in het najaar kunnen organiseren, dan gaan er heel wat zaken over kop gaan gewoon. Ik weet niet, ik hoor daarnet wel de sponsor... Ik weet niet of dat zo is. Ja, maar ik denk dat het over kop gaan of het al dan niet over kop gaan, dan gaan ook bedrijven over kop gaan. Ja, ja. Door het feit dat we nu in dit verhaal zitten. Nou, dat klopt. Sport is daarin niet belangrijker. Nee. We gaan gewoon als het over de Tour gaat. Ik hoor daarnet de man van Soudal praten in het journaal, de sponsor van Lotto Soudal. Die zegt, die Tour, dat is 70% van onze inkomsten waard. 70%. Ja, tuurlijk. Ja, dat gaat over 100 landen en meer dan 100 landen waar die Tour rechtstreeks wordt uitgezonden. Ja. Dan spreek je over miljoenen, vele miljoenen mensen. En als daar dan dat logo van Soudal of Lotto of De Koning of iets anders in beeld komt, dan is dat voor die mannen tik, 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 tik. Bij wijze van spreken kassa en wordt dat sponsorgeld terugbetaald. Ja, als het nu anders zal moeten, dan zal het toch gewoon anders moeten. Of dat nu wielrennen is of geen wielrennen is. Ik denk of dat voetbal we nu is of geen voetbal is. De kaart van Frankrijk moeten pakken en eens kijken hoeveel problemen dat onze Franse buren echt nog wel hebben. In al hun hospitalen en in een heleboel regio's. Hè. Dat is echt nog la guerre op heel veel plaatsen. Ja, plus in dat internationale karakter. Maar dat vraag ik me Afrika wel af. Afrika moet nog beginnen. Amerika, Zuid-Amerika. Ja. Dat gaat allemaal nog komen. Ja, dus dat is als die dan allemaal... Die Colombiaanse renners zijn met z'n allen naar Colombia getrokken terug. Die hebben daar eerst nog 14 dagen in quarantaine gezeten. En Parijs-Nice, die zijn nu vrij terug. Die kunnen terug fietsen. Ja. Maar die moeten ook nog terugkomen naar de Tour. Hè? Want je kan moeilijk een Tour organiseren en zeggen de Amerikanen mogen niet meer rijden en die mogen niet ook meer al rijden. Dat... En die mogen niet meer rijden. Dus ik bedoel... Ja. Maar dat zijn allemaal beslissingen die nog nooit om die reden zo genomen zijn. Ik denk zelfs in de oorlog waren er veel meer dingen die nog doorgingen op een bepaald moment dan in de oorlog, dat was regionaal. Allee, regionaal. Ja. Was dat wel een vrij grote regio. Ja. Maar ik bedoel, het was toch... Ja. Ja. Kan je zeggen, want we reizen de wereld niet rond. Ja, minder, ja. Allee, minder dan nu, alleszins met de Tour. Maar kan je zeggen, de Tour, als ik u voortgaat wat u zegt, dan dan zal het ook in augustus niet zijn. Nadien is er het WK, dus dat wordt heel moeilijk dit jaar dan.
krijg je dan iets, komt dat op termijn allemaal wel goed? Of heb je dan een soort van onherstelbare schade aan de koers, als dat het geval is? Alles komt terug. Mm. Onkruid ook. Ja, ik bedoel, nee, ja. Alles komt terug. De wereld gaat zich, wij gaan ons aanpassen. Wij gaan vanuit een andere positie terug vertrekken. Er gaan ploegen wegvallen misschien. Er gaan renners, misschien minder renners zijn die op een of andere manier slachtoffer worden van het hele verhaal. Maar dat is zal in de maatschappij niet anders zijn. Er zijn mensen die nu miljoenen aan het verliezen zijn. Mm. En er zijn mensen die daar miljoenen aan verdienen nu. Er gaan heel veel dingen veranderen. Hoe erg het ook is. Mm. Ja. Enfin, hopelijk dat jullie rap terug in jullie kot mogen. Ja, want, ik bedoel, maar ik was nu het missen van bijvoorbeeld, mijn vader wordt 20 juli, 100 jaar. Och. Ik zou voor 21 juli zou ik een feest organiseren. Voor 200 mensen. Ik ga dat niet mogen doen, hè. Nee, ik zou het zeker niet doen. Maar dat was de vraag die ik eigenlijk wilde stellen, omdat ik nu naar mijn vader kan gaan en zeggen, jong, we gaan dat niet doen. Op een andere manier, een virtueel feest. Ja, nee. Daar is hem op zijn 100 jaar. Zo krijg ik veel vragen binnen van een trouwfeest begin juli. Wat met een klein aantal mensen of ook niet, denkt u? Dat is een beetje moeilijk om daar echt op te speculeren. En wat is een klein aantal mensen? Want dan zijn we weer over de 1000 en de 999. Dat mogen we niet doen. Even niet vooruitlopen op de zaken. Maar je gaat toch wel uw dochter en uw kleinzoon en zo mogen zien? Binnen dit en 6-7 weken? Zien van op afstand is al iets anders dan vastpakken. Maar laten we beginnen met het begin. We zitten nog op het plateau van de epidemie. Ik heb gezegd, we waren nerveus. We zijn met z'n allen nerveus. Ik vind het wel prettig dat u ook nog eens probeert. Hoe is het met je vader intussen? Alles goed? Die woont thuis. Die woont 200 meter van bij mij. Ik ga die elke dag bezoeken. Drie mensen komen daar. Vast. Dat is de vaste epidemische silo. Ja. Ja. En die nemen de nodige handschel en handschoenen. Bij mijn vader dat proberen we zo te houden in die zin. Al drie weken. Ja. Bescherm hem goed. Kunnen hem niet naar een woonzorgcentrum brengen, want dat is helemaal niet aan de orde. Hij heeft een erf, hij loopt rond, speelt met de duiven. Zoveel te beter. Ja, ik bedoel... Ik probeer daar wel iedereen weg te houden. Ik hoop toch dat op 20 juli dat er toch iets kan komen. Hoe beperkt dat absoluut. Dat we zullen hem op de hoogte Dus houden. Denk eraan. Ja, goed. Ik wens het hem toe. Ja. Dank je wel, José de Kouwer. Dank je wel, Erika Vliegen. En dank je wel, Bert Ansio, voor jullie gast. Heel fijn dat jullie er waren. U bedankt voor het kijken, dames en heren. Het komt nog een beetje sport aan met Ruben van Gucht en zijn kleedkamer. 2004, dat waren de Spelen van Athene. Veel boeiende dingen gebeurd. Geniet ervan. Mooie avond en tot morgen.